begin van de dag, dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen en welkom terug op mijn kanaal. En vandaag is de dag waar we allemaal op hebben gewacht. We gaan de Nürburgring samen met Supercar Sighty. Het wordt een te gekke dag. Ik neem jullie mee, tweedaagse tour. Dan ga je met 12 of 11 auto's, weet ik niet precies. Zelfs 2 GTR's, jongens. Ja, die wordt een te gek weekend. Ik heb super zin, neem jullie allemaal mee, dus let's go! Achter, maar we zijn bijna bij de lunchlocatie in Duitsland met een R88 en de Lotus FP30 en de M3 bevalt best wel goed, maar een soort bergwegje, maar dit is genieten, jongens. Wel een beetje tricky hier in M3, aangezien het best wel glad is hier ook. Het heeft natuurlijk weer geregend. Het is en blijft Duitsland, maar ja, dit is mooi, jongens. R8 achter ons. En Nissan GT-R 2017 met maar liefst 800 pk en die enige Lotus GT430 in Nederland. Dat ding is zo bizar op de weg. Dat is echt niet normaal om te zien, maar kijk deze omgeving. Aangekomen de lunchlocatie. Ik zal je even alle auto's laten zien. Hier al een Mercedes, weet niet wat het is. Rare sticker. Tja, hoe houd je het voor mogelijk met die jongen? Deze hoef ik niet meer voor te stellen. En kijk dit, jongens. R8, R-tronic. 2 keer GTR. Hij heeft een race van meerwaarde. Ja, dat geloof ik zeker. 1-2-1, 2-2-1, dat is degene met 800 pk waar ik het over had, maar die Lotus, jongens. Echt onwijs om te zien dit. 9000, ja. En nu is de tour tellen, is dat een 900 kilometer tellen, staat op 330. Misschien als je even... Nou, voor mij is het idee om weer te gaan. We gaan zo achter de camera auto aan. Ik rij in de M3, dus als dat maar goed gaat. Maar ja, prima dagje. Oké, gegeten net. En nu gaan we door. Oké, wacht. We staan dus op een weg. Ik weet niet of het idee is om hier foto's te gaan maken, maar dan wordt een edit wel heel lastig. Maar uiteraard, ik zal de foto's wel even laten zien. Wat een line-up, wat een line-up. Niet te gek, maar die Lotus in onze binnenspiegel. Als de Lotus moet zijn, nou... Sowieso dat hem wordt. Ja, die gordels van BMW die zijn goed. Ja. En eruit. Yep. En in de angst voor de volgende. Damn, wat een weg. Is dicht. Wat zijn we nou aan het doen? Godverdomme. Ja, er komt beweging in. Ja. Sesam open. Staat ook op film? Ja, staat ook op film. Oh, de sexy licht hier ook. Ja, dus aangekomen in het hotel. Nul ruzie met de lift. 2 minuten binnen. En ja, wat gaan we nu echt doen? Auto's parkeren. Oh ja, auto's parkeren. Dat ging goed. Ja. Ja.
En dat is dus een standaard A45, maar ja, klinkt ook wel lekker, maar die R8, dat is pas een bizar apparaat. Goedemorgen Nederland! Oh nee joh, Duitsland. Jezus, het is die lekker weer hé. Die mensen kijken me ook echt aan alsof ik een van de lijpo ben. Maar dames en heren, een hele goede morgen. En vandaag gaan we naar de ring. Ik heb er super veel zin in. Het weer is hier niet tegen, dus we gaan een hele mooie dag maken. We gaan op en top genieten. En ja. Zondag, iedereen is vrij, maar mooi weer. Zo bizar. Wat een heerlijke wegen heb je hier, oh, de GTR natuurlijk. Je bent gelijk met de flash of spoiler. Kan allemaal vandaag. En de N3 jongens, wat een auto. Echt blown away. Nooit verwacht dat ik het zou zeggen, maar misschien worden ook nog gewoon BMW fan op dit kanaal. Wat is dit? Genieten jongens in de bergen. Ja, heel dik. En voor mij is het nu eindelijk tijd om door te gaan naar de Nürburgring. We hebben 3 leuke auto's bij ons. Tijd voor de Nürburgring. We zijn aangekomen op bestemming, dames en heren. De auto's staan voor elkaar, voor de Nürburgring. Maar kijk dit. Ja, hier doe je het voor. De M3, mooi geparkeerd natuurlijk. Voor de A45, voor de GTR. Wauw. Ja. Prima evenement. Ja, we hebben een mooi plekje kunnen vinden bij de Nürburgring. Uiteraard bocht die iedereen herkent. Waar vele crashes zijn gebeurd. Ik hoop dat ik veilig sta in ieder geval. Dat vind ik allemaal prima, maar... Thank you.
Gelukkig ben je origineel, hè Martijn? Ja, inderdaad. Potverdoe. Kijk, dit is primeurtje hoor. M3CS. Erg lekker. Thuis aangekomen, we rijden in Utrecht. We hebben een topweekend gehad. Denk ook dat ik voor jou spreek. Zeker. We hebben meer dan genoeg genoten. We hebben een topweekend gehad met iedereen die erbij was. En we zijn er zelf niet in Nürburgring om geweest, maar komend weekend gaan we het circuit van Zandvoort verkennen. En ik ga niet zeggen in wat voor een auto, maar het is zeker de moeite waard om te abonneren. Dus doe dat zeker. Geef de video ook een like als je het leuk vond. Onwijs bedankt voor het kijken van deze video. En ik zie jullie heel snel. Wasselen!